doe even een centrale polstest over. Raak de patiënt niet aan. En dan moet je die deur openen. Nou, geloof me, met rook in je snuffel doe je dat zo snel. Wij zijn hier bij Groningen Airport Eelde. Wij verzorgen hier de lessen voor de opleiding Beveiliger 2. Ga door. Zo'n brand verdubbelt zich elke minuut. Waar lopen jullie hier? Op een parkeerterrein. Het meest bijzondere is eigenlijk wel dat wij de theorie, die we hier dus in dit lokaal hebben gedaan, in de praktijk kunnen brengen met Securitas. Zolang je niet registreert wat je ziet, wat afwijkend is, zul je nooit iets aantreffen. Het is leuk om voor de basisopleiding, beveiliging, om je kennis te mogen overdragen wat je zelf in de praktijk hebt meegemaakt allemaal. Om daar echt een casus van te maken. En dat we dus op die manier zeg maar, de theorie wat meer, ja, laten we zeggen, wat meer betekenisvol laten zijn. Anders zit je de hele dag in de klas en op de duur word je er wel een beetje zat van. En nu leer je het in de praktijk, dus dan blijft je concentratie blijft meer bij de les ook. Ik vind het wel gewoon een hele mooie kans die we hebben gekregen van het Alpha College om hier natuurlijk les te mogen krijgen. Want hier kom je natuurlijk niet zomaar. Leerlingen die klaar zijn met de theorie gaan hierna op stage. Daar komen ze ook dingen tegen die ze hier al hebben meegemaakt. En dat proberen wij, zodat die praktijk zeg maar, dichter bij de leerling komt. Wat dat betreft is een hele mooie ervaring voor mensen die ik zeg maar wat naar de Koninklijke Marsuché willen of echt willen beveiligen op de luchthaven. Ik vind het gewoon hartstikke leuk hoe het hier gaat. Je leert veel, dus het blijft plezier altijd. Olaf en Milan gaan hun surveillance ronde lopen. Deze meneer heeft een bloeding aan zijn linker onderruim. Zo? Ja, kunnen we. Niks en dat is aangetroffen. Open. Einde ronde, geen bijzonderheden aan. Hij verdient gewoon een vervolg. Ik hoop dat wij de samenwerking met Groningen Airport Eelde en met Securitas kunnen doorzetten. Gewoon als samensmelting van praktijk, theorie, mooie locatie. Wij gewoon alles kan doen om een zo goed mogelijk resultaat en een zo goed mogelijke opleiding te krijgen met enthousiaste mensen. Ik zie dat wij inderdaad daar nog verder in gaan en daar nog meer leuke dingen aan koppelen en die samenwerking verder gaan uitbreiden. Porto Evo Centrale Post, Shakira en Carenza beginnen nu aan hun surveillance ronde. Over. Dank u wel, meegekregen. CP uit.